staan hier op de Verzetslaan, ter hoogte van McDonald's. En hier onderaan het toluut staan allemaal groepjes van 3 palen. Vertel mij eens, waarom is dat hier? Nou, dat is ontstaan een paar jaar geleden. Toen hadden we het idee om hier op dit toluut meer voor bijen te doen, met name de wilde bijen. En als je het over wilde bijen hebt, dan heb je het ook over zweefvliegen, vlinders en allerlei andere insecten. Die ja, varen daar ook meteen niet mee. Maar op een gegeven moment, nou, dat plan lag er eigenlijk bij ons al. Toen kwam de provincie en die hebben hier aan de Jaagweg, moesten die wat bomen kappen. En die zochten een compensatie voor het kappen van die bomen. Nou, toen dacht ik, nou, misschien is dit taluut wat voor ze. En toen hebben we in samenwerking met de provincie Noord-Holland is dit taluut ingericht. Maar wel op kosten van de provincie dan, omdat hun die compensatie zochten. Die boomstammen hebben we erin gezet. Om een heleboel bijen die leggen hun eieren in hout. Hè? Dus dan maken ze een gangetje. Dan gaat er stuifmeel in, dan gaat het eitje erin, wordt het dichtgemetseld. Stuifmeel, eitje, dichtmetsel. En zo gaat het door, nagelang het gangetje groot is. Om natuurlijk die bijen ook wat eten te geven. Hè? Want dit taluut is daar best wel geschikt voor. Het is heel schraal. Het lijkt zo heel dichtgegroeid. Maar het is ook best wel voorzien van heel veel open plekken. En daar leggen dan de zandbijen hun eieren weer. Er moest natuurlijk ook een beetje bloem moesten komen. Hè? Want dat is het voer voor de insecten. Dus toen is er een hele grote strook is het gras weggehaald. Er zijn nog wat kleinere stroken waar ook gras weg is gehaald. Dat werden dan de plekken waar de zandbijen hun eieren konden leggen, die kleinere delen. En die grote delen die zijn ingezaaid met een bloemrijk mengsel. Nou, dat hebben we toen gedaan. Helaas werd het toen heel droog. En toen is er wel wat van terechtgekomen, maar ja, niet wat we helemaal verwacht hadden. Toen hebben we die aarde weer opgezaaid. Het was helaas weer erg droog. En het taluut is van zichzelf al erg droog. Dus, maar je ziet wel, langzaam begint het wel groener te worden. Of bloemrijker te worden. Nou, als we hier kijken, dan zien we heel veel kleuren bloemen al. En zeker als je er doorheen loopt, dan zie je steeds meer soorten komen. Heel goed voor de bijen. Om dit goed te beheren, hebben we ook een aangepast maaibeheer nu. Dus we maaien wel. Hè, want je moet maaien, want als je het niet doet, gaat het verruigen. En we maaien nog 2 keer per jaar. Maar elke maaibeurt maaien we maar hooguit 70%. Dus dat betekent dat er minimaal 30% blijft staan. En in die 30%... Moeten voldoende bloemen zijn. En ook in de winter is het belangrijk, want in die strooisellaag, in het langere gras, overwinter weer ook een heleboel insecten. He, dus dat is heel belangrijk, dat je je maaien erop afstemt. Het riet wat je aan de onderkant ziet staan, dat moeten we wat vaker maaien, want dat wil gewoon langzaam omhoog kruipen. En als je dat laat gaan, dan is het halve toluut bezaaid met riet. En dat willen we niet, want dan verliezen we weer het bloemrijke. Waarom is die bij zo belangrijk? Ja, bijen. En dan hebben we het, ja, met name wij als Purmerend willen ons inzetten voor de wilde bij. De honingbij heb je natuurlijk ook. Hè, dat is ook een belangrijke bestuiver. Maar omdat de wilde bij van nature in Nederland voorkomt. Hè, dat zijn er in Nederland meer dan 350 soorten. Willen we ons daarop richten om die weer, nou ja, te faciliteren, zal ik wel zeggen, hè? Om hun ding te kunnen doen. Daarom zaaien we niet alleen dit in, maar ook de bermen zaaien we steeds meer in. Grotere delen met ruiggras proberen we ook bloemrijker te krijgen. Die bijen zijn de bestuivers, dat is belangrijk. Maar niet alleen de bijen, ook de zweefvliegen, daar heb je ook meer dan 350 soorten van. Het zijn ook goede bestuivers, vlinders natuurlijk. Nee, allerlei insecten die bloemen zitten kunnen min of meer bestuiven. Heb je een goed insectenbestand, dan ja, zijn er ook andere soorten die er weer voordeel van hebben. Neem maar vleermuizen, vogels, kleine zoogdieren bijvoorbeeld, die we van insecten leven. He, dus het verhaal gaat vaak verder dan een wilde bij. Oké, maar het bestuiven is belangrijk voor, met name? Als je geen bestuiving hebt, heb je geen zaadzetting. En als je geen zaadzetting hebt, ja, dan krijg je geen nieuwe planten. Okay. He, dat is niet alleen hier op het taluut zo, maar het is ook bij de professionele kwekers is dat. He. Die hebben natuurlijk op een gegeven moment ook zaad nodig
op bepaalde vruchten, die moeten wel eens bestoven worden, omdat je anders geen vrucht krijgt. Ja, 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 ja. He, dus economisch is het ook heel erg belangrijk. Ja. Wat hebben we nou nog meer voor gebieden in Purmerend? Of gaan we daar de volgende keer over praten? Ja, we kunnen een keer naar de Baarnsteen Noord gaan. Daar hebben we als compensatie hebben we daar een natuurzone aangelegd. Dat is een haak vanaf de N244 langs de Purmerendvaart. En dan gaat die zo naar de noordkant, gaat die verder. En daar hebben we allerlei voorzieningen aangebracht om voor bepaalde soorten om weer hun plek te kunnen vinden. Dat is ook ontstaan als een compensatie. Hè. Door het bouwen van de Baarnsteen Noord hebben we die haak, noem ik het dan maar, aangelegd. Hè. Dat was, in het begin was dat een compensatie voor kerkuilen, steenuilen en rugstreepparren. Waren ook nog bittervoren, maar die is tegenwoordig niet meer beschermd. Die was toen beschermd onder de Flora Fauna Wet en in de Wet Natuurbescherming is die niet meer beschermd. Maar daar is het door ontstaan en toen we dat eenmaal aangelegd hebben, hebben we het uitgebreid met voorzieningen voor andere soorten. Dan gaan we de volgende keer kijken op de Baarnsteen. Lijkt me heel leuk. Heel hartelijk bedankt. Graag gedaan.